Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuw filmpje. Mijn naam is Simon en welkom bij een nieuwe aflevering van One Hour Song Challenge. Voor de mensen die het zich afvragen, vorige week was er geen video, want ik heb ziek op de bank gelegen de hele week. Dan lukt zingen niet zo goed. En ik ben nog steeds niet helemaal beter, maar het gaat goed genoeg om een nieuwe One Hour Song Challenge op te nemen. Dus ja, ik heb zoals gebruikelijk aan jullie op Snapchat gevraagd, welk liedje moet ik doen deze keer? Laten we maar gaan kijken welk liedje het is geworden. Ik scroll gewoon dit worden. Oh! Mijn naamgenoot stuurde. Ik heb een. Kan ik een Snapchat opnieuw bekijken? Ja, oké, daar komt hij, daar komt hij. Do All Time Low, please. All Time Low, ik neem aan van John Bellion. Bedankt, Simontje, mijn naamgenoot. Toevallig is dat op dit moment ook een van mijn favoriete liedjes. Als je hem niet kent. Chillen is. Dit liedje ken ik echt heel goed, want dit heb ik echt op repeat geluisterd. Niet chillen is. Dat is echt een super moeilijk nummer om leuk te maken. Maar ja, daar gaan de uitdagingen natuurlijk aan. Ja, weet je, ik ga gewoon zoals gebruikelijk voor. Eerst coupletje, pre-chorus en de chorus. Kijken wat de akkoorden zijn. Was the night in shining armor in your movie? Bye. Het liedje is best hoog, dus ik ga hem een tikkie lager doen. Put your lips on mine and love the aftertaste now. Oké, ja, dat is wel goed ongeveer. Het liedje staat origineel in F. En ik ga hem spelen in D's. Dus dat is iets lager. Nou, voor het gemak. Het is, zoals we kunnen zien op de klok, iets voor 9:30. Laten we zeggen 9:30, want het is nog 1 minuutje tot 9:30. Dus we beginnen 9:30. Ik heb tot 10:30. En het uur gaat nu in. Let's go! Oké, allereerst wil ik iets hebben wat we kunnen gebruiken als basis. Dus een soort akkoorden dingetje. En ik ga gewoon wat gekke geluiden zoeken. Oké, even snel de akkoorden opnemen, zodat we kunnen spelen. Een heel goed geluidje. Nee. Ah, dat klinkt gaar. Oh, dit geluid is best vet. Maar de vibe moet wel een beetje anders zijn. Oké, we houden het gewoon. Wow, dit kopiëren we gewoon. Ik ga gewoon voor dit geluidje nu. Ik maak gewoon nog een ander soort geluidje daaronder. Iets compleet anders. Zonder de bas. Oké, en dan wil ik iets minder basgeluid. Ja, zo meer. Ja. Oké, die doe dan heel zachtjes op de achtergrond. En ik ga leren. Ik heb geleerd van mijn fout van de vorige keer. We gaan echt veel sneller werken nu. Dus hup, drum erbij, klaar. Eens even kijken. We willen natuurlijk een leuk geluidje. Oh, die klinkt wel lekker. Die klinkt wel lekker, ja. Laten we die eens even proberen. Nou, dat ga ik nu proberen te maken. Dus ik moet even heel snel geluidjes hebben. Snel geluidjes hebben. Ja, zoiets zocht ik. Ja, dan wordt het hi-hat patroontje, het hoge geluid. Ja. Als je me zou vragen hoe ik dit verzin, ik doe ook maar wat hoor. Het is echt, daarom is muziek maken gewoon zo leuk. Je kan gewoon alles doen wat je wil. Ik heb net een kickdrum gevonden. Oeh, ja, die is wel stevig. Oké, ik wil nog een ander soort geluidje en ik weet precies waar dat zit in dit programma als het goed is. Hè? Oh, verkeerde. Komt-ie. Let op. Oh shit. Oh yeah, gotcha. Ja, er moet iets doorlopends in komen. Oké, ja. Oh, je hebt al een kwartier gebruikt, Simon. Ik wil hier nog een ander geluidje bij hebben. Yeah. En misschien dat zelfs een eitje hier wel heel goed werkt. En die shaker wil ik ook een beetje als een trein laten klinken. Dus wat ik daar ga doen is ook weer dat ene effect. Oeh, yeah. Yo, hiervan gaat het wel swingen. En ik heb deze week een gaaf trucje geleerd. Normaal gesproken heb je alleen de kickdrum natuurlijk. Maar als je die iets meer impact wil geven. Ik kwam er per ongeluk achter. Ik heb ook geen idee of dit een goede manier is of zo hoor. Maar dan doe je een tom van een drumstel. Dus wacht, ik zoek het geluid op wat dat is. Geluid. Doe je het gelijk met de kick. Oh. Hoor je dat? Bam. Doe dat gelijk met de kick. Wow.
Hoor je dat? Jemig. Kijk, hij krijgt veel meer impact, veel meer body. En dit is het refreintje dus. Dus daar moet een lange toon onder. Nou, dan wil ik gewoon een bas. 20 minuten, come on. Ik denk gewoon dat ik echt vet goed op schema loop vandaag. Auw! Oh, die moeten we ook hebben natuurlijk. Ja, die neem ik straks op met de zang. Nee, wacht, ik kan nu wel even snel. Auw! Oké, ik heb nu dit van de zang gemaakt. Is dat leuk? Is dat leuk? Ik vind het leuk. Ik laat het er lekker in. 25 minuten, come on. We moeten wel een beetje... Ik ga in het refrein gewoon hetzelfde geluid gebruiken als hij zijn liedje gebruikt. Een soort orgeltje. Het klinkt al bijna hetzelfde. Wow! Deze klinkt nog beter. En daarnaast hoorde ik net in het liedje gebruikt hij volgens mij cello's of zo of violen. En die heb ik ook. Die melodie spelen volgens mij de cello's. We komen echt close nu. We komen close naar een einde. Dat moet ook, want dan kan ik echt een half uur in de zang besteden. En dan wordt het echt vet. Oh ja, gitaartje ga ik nog erbij. Wacht, het zou vet zijn als ik een... gitaarmelodietje kan spelen, wat natuurlijk een beetje terugkomt later. Nice! Wordt gelijk een mooi einde eraan. Oké, okay, en ik denk dat ik in het refrein, even om uit te proberen, om echt zo'n zieke gestoorde gitaar in te hebben. Hoe klinkt dit? Oh ja, dat klinkt echt vet, jongen. Het enige wat eigenlijk nog even moet is een basgitaar. Oh, en wat ik hier net had bedacht, toch nog even strings daaronder. Weet je wel, als het niet goed gaat, dan moet je gewoon violen hebben. En dan komt alles helemaal goed. Kijk, ik bedoel, oh! En dan misschien iets lager. Dan gaan we bezig met de tweede stemmen. Hij heeft dat echt, dat doet hij heel veel. Oké, dat wil ik ook, ja. Oké, okay, ik denk dat ik hier wel een goede tussen heb. Ja, het klinkt gewoon! Dit is echt zo cool, hè? En wat hij dan doet volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, is een rotorkabinet overheen zetten. Dat is zeg maar dat je een soort organ effect krijgt. Dus hoe klinkt dit nu? Dit is cool! Die gast is echt gewoon... een real genius. Oké, het enige wat ik nu nog wil is een basgitaar. Daarna moet ik echt de zang gaan overnemen. What are we gonna do? Tien minuten voor de zang. I say let's go. Let's do it. Now. Oh jongens, dit gaat echt, echt fantastisch klinken. Oké, daar doet hij gewoon dubbels. Dat ga ik ook doen. Een octaaf lager dan. Dus wat ik ga doen, is ik zing nog twee stemmen in. En dan is het gewoon precies een uur. Damn, time management on point, Simon. Oké. Okay. La la la, we trying to hide, but now you know it. Lo 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 lo. Shit, die moet ook nog. Lo 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 lo. En dan is dit de laatste handeling, want het is half geweest. Ik moet nu even de camera anders neerzetten, dus dat kost me een minuut. Alright guys, alles staat om te checken. Kijk, het is misschien 3 minuutjes later, maar we hebben er een uur over gedaan. En nu gaan we inzingen. I was the knight in shining armor in your movie. We'll put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken. Lie, 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 I try to hide, but now you know it. And that I'm at an all-time low, 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 low. Dat was de One Hour Song Challenge voor deze keer. Ik vind hem zelf echt super leuk geworden. En dat komt omdat ik enorm fan van John Bellion ben. Als je deze video leuk vond, doe dan vooral een duimpje omhoog en laat een comment achter. En vergeet me niet te volgen op Snapchat, zodat jij volgende keer kan zeggen welk liedje ik moet doen in de One Hour.
1-Hour Song Challenge. Abonneer ik kan hieronder. Ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe 1-Hour Song Challenge. Doei doeg!